Nou Rogier, allereerst gefeliciteerd met die mooie stap van Zwolle naar Vitesse. Ja, hoe blij ben je? Ja, ik ben echt heel erg trots dat ik hier kan komen te spelen bij Vitesse. Het is echt een fantastische club met een goede trainer. En laten we het niet over hebben over faciliteiten hier. Die zijn uitstekend. Ja, gisteren was je hier ook al. Heb je een rondleiding gehad van de trainer. Ja, vertel eens over die ontmoeting gisteren met Peter Bos. Ja, ik had trainer Bos nooit ontmoet. Ik heb alleen tegen hem gespeeld. En ik weet dat de trainer Bos heel graag van voetbal houdt. Een positief spel en graag aanvallend voetbal graag wil spelen. En het was gisteren echt een goed gesprek. Echt een fijn gesprek. Wat hij graag met mij wil. Wat hij graag van de club wil. En wat hij graag van zijn spelers verlangt. En dat was eigenlijk al, zonder dat ik wist wat ik hier ga krijgen, hoe lang ik ga tekenen, wist ik al van ja, ik wil hier graag komen te spelen. Alleen om de trainer en om de faciliteit wist ik al genoeg, ja, ik zou hier graag heel willen spelen. En ik ben ook apetrots dat ik nu mijn contact heb kunnen zetten en dat ik hier lekker kan genieten. Ja, want hoe lang heb je getekend? Ik heb voor 2,5 jaar getekend en een optie van een jaar nog. Ja, ik heb even gekeken op internet naar jouw carrière tot nu toe. Er zit een prachtige lijn in. Je hebt een jeugdopleiding bij PSV gehad. Daarna bij FC Eindhoven. Toen 3 jaar naar PEC Zwolle. Ja, dus dit op zich een mooie logische stap. Ja, ik heb een goede jeugd gehad bij PSV. En dat is ook een grote club. En dat is Vitesse. Maar de faciliteiten zijn nog beter dan bij PSV. Mijn excuus. En toen heb ik dus een keuze gemaakt voor FC Eindhoven om te kunnen spelen. Want bij PSV is het wat moeilijk om door te breken. En ik was er niet helemaal klaar voor. Toen heb ik voor FC Eindhoven gekozen. Het Jupiler League voetbal, waar ik heel erg aan moest wennen. Het is meer, ik moet niet van het kopduels hebben en van lange ballen. Ik heb van een positiespel, moet ik het hebben. Vandaar ook de keuze toen voor Zwolle heb gemaakt. Omdat ze toen, die stonden toen bovenaan in de Jupiler League. En ik dacht toen dat ze kampioen zouden worden, dat ik lekker in de Eredivisie zou spelen. Maar is toen niet gelukt. Maar ik ben ook blij dat er iets gelukt, want ik heb het kampioenschap daar meegemaakt. En dat is echt fantastisch. En nu is Vitesse gekomen, een topclub. Het is precies hetzelfde voetbal als PSV. Positiespel is hier uitstekend en de keuze was heel erg makkelijk gemaakt. En ik ben hier heel erg blij mee. Ja, bij Zwolle stond jij linker verdediger. Je kunt op meer posities uit de voeten vertellen. Welke posities speel je het liefst? Ja, ik denk dat ik Piet Veldhuis eruit haal en ik lekker ga keepen. nee, Piet, dat ik niet leuk vind dit. Maar ik kan op meerdere posities spelen. Dat is wel een pluspunt. Dat ik niet alleen op één. Natuurlijk moet ik me op één positie focussen. Maar goed, als de trainer me zegt dat ik je op middenveld nodig heb een keer. Ja, dan doe ik dat met alle plezier. En dat is heel belangrijk voor een trainer dat hij meerdere keuzes heeft. Voor mij dat ik op een andere positie kan spelen. Dus wel prettig voor mij en voor de trainer en voor het elftal. Ja, nou is aankomend weekend gelijk een prachtig affiche. Heel bijzonder voor jou lijkt me. Ja, apart eigenlijk. Ik kan het nog steeds niet beseffen eigenlijk. Ik zit dadelijk aan de linkerkant. Als ik bij de selectie zit en alles goed rond is met de KNVB. Qua overschrijving. Zit ik aan de linkerkant in plaats van de rechterkant. En het publiek gaat dan tegen je keren in plaats van dat ze jou stimuleren om een doelpunt te maken. En ik zit aan de andere keer lokaal. Heel apart joh. Volgens mij ga ik verkeerd lopen denk ik zaterdag. Maar... Ik hoop dat ik erbij ben zaterdag en ik heb er enorm zin in.